De Nijmeegse Universiteit is gastheer geweest voor leden van de stichting De Jonge Onderzoekers, die ruim 6 jaar geleden werd opgericht met het doel jonge mensen de gelegenheid te geven in hun vrije tijd onderzoek te doen op de verschillende terreinen van de wetenschap. Het thema watervervuiling houdt sinds de afgelopen zomer een groep jongens uit het Gooi sterk bezig. Daarbij wordt een onderzoek naar de chemische samenstelling van het water rond Naarden gekoppeld aan een biologisch onderzoek. Op eigen meetapparatuur kan onder andere de troebelheid van het water worden afgelezen. Een 11-jarige jongen met vroege interesse voor natuurkunde toonde in Nijmegen zijn opstelling van een waterdestillatieapparatuur. De jonge onderzoekers krijgen begeleiding van mentoren. Tijdens de jaarlijkse manifestatie in Nijmegen bleek dat de belangstelling voor videotechnieken bijzonder groot is. Wat overigens niet zo verwonderlijk is, omdat steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs over eigen apparatuur beschikken waarmee de jeugd kan experimenteren. In een geïmproviseerde studio werden onder andere groepsgesprekken op videoband vastgelegd, waarbij een enkele cameraman door onze aanwezigheid even uit zijn concentratie werd gebracht. Deze groep toonde onder andere een zelfontwikkelde zogenaamde dolly, een camerastatief waarin fietskettingen voor de scharende beweging zorgen. De manifestatie van de jonge onderzoekers gaf een goed beeld van de creatieve mogelijkheden van het spel met de wetenschap.